Ik kreeg heel veel goede reacties over de eerste video. Alleen er belden ook wat mensen op en die zeiden, zo, heb jij te veel gegeten. Dus toen ben ik over na gaan liggen denken. Ik had toen ook heel veel problemen met mijn knie. Dat moment kwam, ja, vlak daarna kwam ook de corona, wat natuurlijk zakelijk verschrikkelijk was, want de annuleringen vlogen om onze oren. Maar privé was dat eindelijk een keer tijd voor mezelf. Die tijd die heb ik gebruikt om heel veel te gaan sporten. Dat heeft eigenlijk geresulteerd dat we sinds begin van dit jaar ook in Hotek een gym hebben gebouwd. Het is een volwaardige gym. Ik doe het ook samen met een personal trainer die mij heeft geholpen om zeg maar weer de gezonde kant op te gaan. Marty Konings is personal trainer, zeer ambitieus. Vertelde over zijn droom dat hij graag een eigen sportschool wou hebben. En toen dacht ik, oké, ik heb nog wel een grote ruimte achter in het magazijn, onder onze lounge, onze showroom. Dat was vroeger een assemblageruimte, dat hebben we ergens anders in het pand verplaatst. En het heeft eigenlijk uitgemond in een ruimte van 300 vierkante meter, waar we nou een volwaardige gym hebben. In combinatie met de ambitie van de personal trainer die mij trainde, had ik zoiets, weet je wat, we gaan het gewoon doen. En als we dat doen bij Hotek, gaan we het ook heel erg goed doen. Dus dat heeft iets heel moois opgeleverd. Niet alleen voor mij, maar ook voor het hele bedrijf. En hoe meer energie je ook als leidinggevende uitstraalt, hoe meer energie je kan afgeven aan je personeel. Ja, het leuke is als je jonge mensen in het bedrijf hebt, is dat ik kan heel erg veel leren van jonge mensen. Ik heb zelf een dochter van 16. Had ik die niet gehad, had ik nooit in mijn leven Instagram ontdekt. In het begin denk je, wat moet ik daarmee Instagram 24 uur zichtbaar? Ik begrijp het niet. De jeugd vertegenwoordiger heeft geen geduld. Mensen willen gewoon heel snel iets kunnen zien. Dat is het leuke van Instagram. Het is ook heel makkelijk gewoon te doen. Mensen kunnen het heel makkelijk zelf. Ik heb mezelf ook aangeleerd. En ik ben er ook achter gekomen gaandeweg dat met name het zoeken naar nieuw personeel is een andere sport geworden. Ik ben bijna 50 dit jaar. Dan zie je ook dat vroeger kreeg je natuurlijk een advertentie. Dit is het bedrijf, wij zoeken, nou, bla bla bla. En dat is voor de jeugd eigenlijk gewoon een overlijdensadvertentie. Het is helemaal niet interessant. Ze willen een bedrijf zien en voelen. Waardoor we eigenlijk op social media zijn we heel erg sterk aanwezig. En het leuke voor ons is in het bedrijf, we zijn een heel stabiel bedrijf. We werken bij ons best wel veel 40-plussers. En dan komt de nieuwe energie van de jeugd komt binnen. En dat geeft een hele leuke energie. Als ondernemer wil je maar één ding, dat iemand die bij je komt werken, het ook heel erg leuk vindt dat je bij ons komt werken. En dat krijg je wel, maar dan moet je ook iets voor bieden. Je moet een beleving creëren. Je moet een goede energie geven. En energie maakt mensen gewoon blij en gelukkig.